Het is hier lekker warm. Dat is niet verkeerd. Maar het is wel de bedoeling dat u wakker blijft. Ik heb een heleboel vragen, meer dan 15 wel. En een aantal kwamen op het laatste moment. Dat betekent dat het me niet gelukt is om ze te selecteren. Dus ik doe het een beetje voor de voet op. En ik hoop dat dat toch wel overkomt daardoor. En u hebt al lekker een heleboel tijd weggezongen. Dus de eerste vraag die ik pak is: wij hebben geleerd dat we nu reeds deel uitmaken van Gods Koninkrijk. Hoe zit dat nu? Dat hebben ze goed geleerd, dat is waar. Het Koninkrijk Gods is hier nu in ons midden en het Koninkrijk Gods komt, zoals u nu in de hemel leeft en naar de hemel gaat. Dat is allebei waar. Dus dat Koninkrijk Gods, dat is er ook nu. En als de Heer Jezus begint met prediken, zegt hij bijvoorbeeld: bekeer je, want het Koninkrijk der Hemelen is erbij gekomen. Dat betekent dat als iemand zich bekeert, staat hij onder de regie van het Koninkrijk der Hemelen. Dan is Jezus koning over je leven. Daar zit het vaak op vast. Daar heeft het in mijn leven op vastgezeten. Ik ben redelijk religieus geweest tot mijn 25e. Maar God was niet de baas van mijn leven. Hij zat niet op de troon van mijn hart. En dat is voor mij een enorme strijd geweest om dat uiteindelijk aan God over te geven. Je kunt supergodsdienstig zijn en toch zelf de baas blijven in je innerlijk leven. Dat is wat je veel om je heen ziet, dat is wat met mij gebeurde. En ik heb uiteindelijk moeten capituleren en ik heb van de troon van mijn leven moeten afstappen en hem de totale leiding van mijn leven moeten geven. Daar zag ik vreselijk tegenop, maar het is erg goed aangepakt. Dus daar is het Koninkrijk Gods. Bekeer je, want het Koninkrijk Gods, de hemelen, is erbij gekomen. Overal waar iemand zich echt tot God bekeert en Jezus koning wordt, is het Koninkrijk der Hemelen. En waar zie je dat nou openbaar worden? Hier. Daar moet je oog voor krijgen. Maar dit is een stuk Koninkrijk der Hemelen. Hier is, bent u bij elkaar en wat ik hoop en een beetje denk, is dat de meesten van u leven onder die wolkolom, leven onder die regering van God. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat betekende dat toen u binnenkwam, u een tempel van de Heer Jezus was en u iets van de Heer Jezus binnenbracht. Ik vind het een hele mooie tekst van Mozes, dat is dan nog het Oude Testament, maar van Mozes staat er: zodra Mozes de tent der samenkomst binnenkwam, daalde de wolkolom neer. Dat betekent dat als Mozes kwam, kwam God. Als Mozes zijn plek verliet om naar de samenkomst te gaan, dan verliet God zijn plek om naar de samenkomst te gaan. En dan kwamen ze samen. Dat is koninkrijk. En dit is een stukje koninkrijk der hemelen. En als het, dat wens ik u ook van harte toe, dat elke zondagmorgen als u in de gemeente samenkomt, dat een stuk koninkrijk der hemelen is. Gemeente zijn is zo fantastisch. Daarom is het zo voor mij zo'n voorrecht om hier te mogen spreken. Want Efeze 3 zegt met grote nadruk, waar Paulus zegt van, dat wij slechts samen met alle heiligen in staat zijn om het te vatten. We hebben elkaar geweldig nodig. Ik kan in mijn eentje een heleboel dingen die niet vatten, die ik wel kan vatten als we bij elkaar zijn. Dan is er veel meer van God, als het goed is. Daarom verheug ik mij op dit soort gelegenheden. Dat is voor mij een opkikkertje, dat is goed voor mijn geestelijk leven. En iedere voorganger weet dat als een gemeente een beetje een gemeente is, een beetje Koninkrijk Gods is, is dat voor hem een geweldige verkwikking. Hij wordt er zelf geweldig door gebouwd, omdat er allerlei mensen binnenkomen die iets van God binnenbrengen. En er dan dus een grote verzameling is van Gods tegenwoordigheid. Samen met alle heiligen zijn wij in staat om te vatten de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte. Want het is eindeloos. Dus net als het heelal, het dijt voortdurend uit. Er zijn geen grenzen. En zo is het ook met dat wat God ons aanbiedt. Omdat wij samen met alle heiligen in staat zijn te vatten de lengte, hoogte, breedte, diepte. En te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Daar hebben we elkaar voor nodig, dat is Koninkrijk Gods. Daarom
hopen voorgangers ook zo dat ieder gemeentelid zich bewust gaat worden wat een grote rol of ieder lid speelt als de gemeente bij elkaar komt. Is niet zo dat er een voorganger is met een combo en die moeten het dan maken en u bent de toeschouwer. Nee, u bent een deelnemer. Wij zeggen vaak, nou, ik ga er niet meer naartoe, want ik ontvang daar zo weinig. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, maar u bent niet alleen gekomen om te ontvangen. U bent ook in de gemeente gekomen om daar wat te brengen. En als iedereen maar komt om wat te halen, dan wordt de spoeling heel dun. Daarom hoop ik, en dat zijn praktische dingen, dat voordat u naar de samenkomst gaat morgenochtend, dat u uw rust hebt thuis. En misschien even uw Bijbel kunt openen. En in elk geval de tijd neemt om te bidden. Vader, ik bid u, straks heb ik dat grote voorrecht om alle andere gemeenteleden te ontmoeten. Ik bid u, Heere God, dat er niks in mijn leven zal zijn waardoor u verhinderd wordt. En dat ik daar biddend aanwezig mag zijn en zingend aanwezig mag zijn. En dat we met elkaar proeven mogen wat het is dat het Koninkrijk Gods daar is. Ik ben zelf lid nog steeds van een gewone traditionele kerk in Nederland. Daar hoef ik niet over uit te weiden. Maar woensdagavond was er een samenkomst. Een, dat noemen we dan bidstond voor het gewas. En daar zit ik dan als deelnemer. Gewoon als kerkganger. Verder niks. Maar we hebben een mooie grote oude kerk die bijna nooit meer vol is. Helaas. En we hebben een prachtig orgel. Ik hou erg van een orgel, vind het ook mooi hoor. Dus, maar ik hou erg van een orgel. Ja, dat heb ik nou helemaal als kind meegekregen. En we hebben een hele goede organist. En wij begonnen de samenkomst gewoon met dat lied. Dat kent u wel. Straks zingt het koor het ook waarschijnlijk, denk ik wel. Zingen het melken. Dat lied, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Die u ons toont in zon, sterren, zon en maan en dergelijke. Dat zongen we staande. En ik zit in de tweede bank altijd. En degene die voor mij zit, die heeft er denk ik wel eens last van. Maar het kan me niet schelen. Ik zing niet zo mooi, maar wel keihard. Omdat ik er zo'n behoefte aan heb. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En dat orgel overdendert dat. En dan staan we daar met een nog niet eens halve volle kerk. En dan zingen we dat. En dan na zo'n lied denk ik, voor mij is het al goed geweest, Heere God. Door één zo'n lied. Ik ben me ook bewust dat ik een aandeel geleverd heb in die dienst. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En ik ben een rustig mens, ik klap nooit, ik hou mijn handen altijd een beetje netjes naast me, maar van binnen kookt het. Hoe heerlijk is uw naam. En dat met elkaar te mogen zingen, dat is toch het Koninkrijk Gods. En daarom verlangen de voorgangers die hier zijn er zo geweldig naar dat elke zondagmorgen, ja, God toch in alle eerbied tastbaar aanwezig is. Want dat is het geheim. Ik heb 15 vragen. U ziet hoe lang ik met één vraag bezig ben. Maar ik vind dit een hele mooie. Dat is het geheim van een samenkomst. Niet zozeer dat wij horizontaal samenkomen. Dat heeft natuurlijk mee te maken. Maar boven alles dat we samenkomen met hem. En u kent uit het Oude Testament het beeld van de tabernakel bijvoorbeeld. U kent dat wel, die rijdbare tempel in de woestijn die de Israëlieten hadden. Dan zeg ik, de tabernakel had twee ingangen. Eén, de poort, waar de mensen door naar binnen gingen. En één, boven het heilige der heiligen, waar de wolkolom naar binnen ging. En wij hebben de neiging om in onze samenkomsten, vooral als er een koster is, die zet de deuren open om de mensen binnen te laten. Maar een samenkomst wordt pas een samenkomst als we de deuren openzetten om de hemel binnen te laten. Dat is een samenkomst. Waarom is er in Nederland zoveel kerkverlating? Omdat er relatief zo weinig is van de tegenwoordigheid Gods. En we proberen dat op te vullen met toeters en bellen. En toeters en bellen die het nu doen, doen het over 3 jaar al lang niet meer.
Het levert niks op. Wat iets, maar we lijken het niet te willen leren. Wat iets oplevert is ons gebed tot God. Heer, kom in ons midden, echt in ons midden. Daal met uw wolkolom neer. En toen dat gebeurde, konden zelfs de priesters niet eens de heilige binnengaan vanwege Gods tegenwoordigheid. Dat is, ja, in de loop van de jaren, andere predikers weten dat. In de loop van de jaren weet je het verschil. Weet je wat het is om voor een groep te staan waarvan je denkt, nou, God zegene de greep. Ik hoop dat er wat van overkomt. En je weet ook wat het is om voor een groep te staan die alles indrinken. Waar God zo het in de harten van de mensen legt. Wat een vreugde voor de prediker. En dat heeft alles te maken met u. Tuurlijk, prediker speelt een hoofdrol erin. Maar u speelt allemaal een rol. En gemakzuchtig en slaperig en moe. En nog heel naar de samenkomst komen. Nog helemaal vervuld van de show van zaterdagavond op de televisie. Voelt u? Gezegend is de voorganger die mensen in zijn gemeente heeft die op hun knieën gaan voordat de samenkomst begint. God, zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dat is het Koninkrijk Gods. En dat wordt op alle mogelijke manieren zichtbaar. Ik denk even aan een kringloopwinkel die ik ken bij ons in de buurt. En die is opgezet om geld in te zamelen voor mensen die verslaafd zijn aan drugs. En die mensen die komen daar dan ook helpen omdat die daar kunnen helpen, geholpen worden om weer op de rails gezet te worden in het gewone leven. Er is heel veel verdriet daar. Maar het is ook fantastisch. Ze kregen pas een brief van iemand die schreef, ik kom zo graag bij jullie, want er hangt zo'n andere sfeer. Het is een winkel, een heel groot pand in een industriegebied. Ze kregen een brief van een man vlak voordat hij ging overlijden. Hij zei, en die kwam uit de gereformeerde gemeente, voor wie dat kent. Dat is een kerk in Nederland die heel erg aan de sombere, zware kant is. En hij schreef, het mooiste half jaar in mijn leven is geweest dat ik bij jullie mocht werken als vrijwilliger. Waar zit het geheim? Zij komen elke morgen om 9:00 bij elkaar. Er zijn 4 vaste medewerkers en er zijn 70 vrijwilligers wel, door de hele week heen. Ze komen elke morgen om 9:00 bij elkaar met een man of 20. Dan, en er staat een piano daarboven en er is een jongen die goed piano kan spelen. En dan zingen ze een aantal liederen. En dan lezen ze een stukje uit de Bijbel en een van de medewerkers vertelt iets. Ook voor die ex-verslaafden die daarbij zitten, die dan soms wel meezingen, soms niet meezingen, die een leven achter zich hebben. En dan bidden ze met elkaar voor die dag. Dat is een stukje Koninkrijk Gods. Ik vind dat zo mooi. Ik geniet daar zo van als ik daarvan hoor. Mijn vrouw werkt daar als vrijwilliger. En iedere keer als ze thuis komt, komt ze met verhalen thuis. Nu werkt ze samen met een meisje uit een heel christelijk gezin. En het meisje wilde dwars liggen, zoals je dat wel eens hebt met bepaalde types. En ze trouwde en ze kreeg een kind en ze werd verslaafd aan de drugs en ze is weer gescheiden. En nu werkt ze daar om weer een beetje op de rails te komen. En ze werkt samen met mijn vrouw. Dat is mooi. Dat is een stukje Koninkrijk Gods. En ik denk dat het overal kan, ook in onze huizen. Als u getrouwd bent, u hebt een gezin. En u leert iets van Maria, die aan de voeten van Jezus zat. En Jezus over haar zei, Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden weggenomen. En van haar staat er, toen ze stortte een kruik met olie uit, de geur van de mirre verspreidde zich door het hele huis. Dat is Koninkrijk Gods. Het wil niet zeggen dat al uw kinderen gelovig gaan worden, die garantie is er niet.
We hebben allemaal, dragen we verdriet mee in het leven. Het wil wel zeggen dat er uw huis een plek wordt waar de wolkolom op rust. Met alle vallen en opstaan. Met alle zondigen en vergeving vragen. Met alle struikelen en moeite. Dat is het leven. Maar toch iedere keer weer terugkomen, zodat er toch iets is van de tastbaarheid van die wolkolom. Dat is het Koninkrijk Gods nu. En dat is een werkelijkheid, dat kan een werkelijkheid zijn. Nooit makkelijk, nooit goedkoop, maar het is wel een werkelijkheid. Ik vind het heerlijk dat God ons die gelegenheid geeft om in dit gewone leven een stukje van het Koninkrijk openbaar te zien worden in de mate dat u met hem omgaat. Dat geeft u toch ook perspectief, of niet? Ook als u thuis komt, ook als u alleen bent thuis. Natuurlijk triest en moeilijk. Maar als u alleen bent thuis, hebt u ook de mogelijkheid om heel veel aandacht aan uw God te geven. Want u wordt niet zo afgeleid. U kunt als u 's morgens wakker wordt zeggen, goedemorgen Heere God. Bedankt. Lekkere nacht gehad. En als die nacht niet lekker was, dan zeg ik, morgen zal het wel weer beter gaan, Heere God, maar ik dank u voor uw genade. Dat. Als je alleen bent, kan je dat meer dan wanneer het druk is in huis. Hoewel dat geen excuus is natuurlijk. Maar voelt u het kostbare van het Koninkrijk Gods? Waar Jezus was, was God. En hij woont in u. Nou, dat allemaal naar aanleiding van die eerste vraag. U begrijpt dat we de zondag eraan vastknopen, hè? De angst dat mijn familie niet in de hemel komt, beklemt mij zo. Het eerste wat ik zeg is, prijs de Heer dat het je beklemt. Er zijn er te veel die het niet meer beklemt. Die al zo ver gegaan zijn, oh, goed dat ze niet willen. Eigen keus. Dit vind ik mooi. Het beklemt me. En het moet je blijven beklemmen. Ik kan dat niet van je wegdoen. Het is niet best als het ons niet beklemt. Ik niet al te veel van mezelf vertellen, maar mijn dag begint altijd met, eerst noem ik mijn vrouw altijd in mijn gebed. Dat vind ik heerlijk. Vind je niet? Dat is je naaste. Ja, dat is nou je naaste. Als je wil weten wie je naaste is, dat is je partner met wie je getrouwd bent. Dat is je, ja, natuurlijk in China ook, die kinderen en in Afrika. Maar met wie je getrouwd bent, dat is je naaste. Dichter kan niet meer. Een man die bidt voor zijn vrouw. Een vrouw die bidt voor de man. Dat is het Koninkrijk God. En dat zijn dingen die voor ons allemaal mogelijk zijn. En dan noem ik mijn kinderen, mijn schoonkinderen in één adem. Ik denk niet dat ik het ooit oversla. Waarom? Omdat het me beklemt. Eén volgt de Heer beter dan de ander. En dan mijn kleinkinderen. We hebben er 10. De oudste kleindochter is 18, 19 nog ook. Die zei pas opie, want ze zeggen geen opa, want dat klinkt zo ouderlijk. Dus ze zeggen opie. Opie, mensen zoals u, die zijn er niet meer. Ze studeert nu. Mensen zoals u zijn er niet meer. En ik meid, wees dan maar blij dat ik er nog ben. Maar dat is de tijd waarin wij leven. Mijn goede vriend Dick Langhenkel zei, ik vraag mij af of mijn kleinkinderen nog tot geloof kunnen komen. Daar ben ik even heel somber. Maar toch, wat hier in deze vraag staat, het is een absolute waarheid. De angst dat mijn familie niet in de hemel komt, beklemt me zo. Het moet je blijven beklemmen. Dat is een van de lasten die God op ons legt. Daar moeten we ons niet van losmaken. Die last moeten we dragen. En als je ze ontmoet, dan kan je soms wat. Maar gebed voor ze kan
Ieder van ons. Ieder van ons. En er zijn, vooral als je kinderen eenmaal getrouwd zijn, de deur uit zijn, zijn er drie dingen die in elk geval overblijven. En dat één is liefhebben. Het is vreselijk als er een kloof ontstaat tussen ouders en kinderen. Verhalen die je hoort van, ja, die komt nooit meer. Of ik mag mijn kleinkinderen niet zien. En al dat dramatische gebeurtenissen. Dat is vreselijk. Ook in christengezinnen. Dat is zo triest. Dus laat het je maar beklemmen. Maar breng ze bij God. Drie dingen, zei ik, die je doen kon. Eén is liefhebben. Hou veel van ze. Ook al gaan ze een weg die niet jouw weg is. Hou veel van ze. Ik herinner me dat ik op een mannendag sprak. Een kerkelijke mannendag. En daar moest ik ook vragen beantwoorden. En een van de vragen was... Wij hebben een heel goed gelovig gezin. En mijn dochter die gaat nu samenwonen met een jongen. En ik weet daar geen raad mee. Hij was ouderling in een strenge reformatorische kerk. En mijn dochter gaat samenwonen. Wat moet ik daarmee? Toen heb ik hem geantwoord. Ik kan me goed voorstellen dat je daaronder lijdt. Maar ga maar naar de toe en vraag maar wat je voor ze doen kan. Vertel ze één keer dat je het jammer vindt en dat je het er niet mee eens bent. En daarna ga je ze helpen met de kamer opknappen en schilderen en alles in orde maken en helpen verhuizen en alles wat je doen kunt voor ze. En een jaar later hadden wij weer een mannendag. En toen kreeg ik weer een briefje. En dat was van diezelfde man. Die zei, Henk, ik wil je nog even bedanken voor je antwoord van vorig jaar. Want ik heb gedaan wat je zei. En ik heb er geholpen in alles waar ik erin helpen kon. Hoewel ik het heel moeilijk vond. En nu zijn ze zover. Volgende week gaan ze samen trouwen. In de kerk. Voelt u? Dat is het Koninkrijk Gods. Uw kinderen een weg opgaan die de uwe niet is. Hou de kloof zo klein mogelijk. En hou veel van ze. Hou veel van ze. Dat is één ding. Twee is bid voor ze. En drie, wees een goed voorbeeld. Goed voorbeeld. In ons geval, goede vader, goede moeder. Maar ook in ons geval, een goede grootvader. Het zijn allemaal dingen die liggen mij niet zo erg. Maar ik vind wel dat het een opdracht voor me is. En dan zie je het Koninkrijk Gods. Vind ik wel. Dus terug naar die tweede vraag die in dezelfde lijn bijna ligt. De angst dat mijn familie niet in de hemel komt, beklemt me zo. Laat het u beklemmen, maar doe wat u doen kunt om ze toch zo ver mogelijk te helpen. Hier laat ik even rustig. Deze is wat makkelijker, denk ik, joh, of heel moeilijk. En daarom is die heel makkelijk. Zijn wij de bruid of zijn we de genodigde? Ik heb u vanmorgen al gezegd, dat moet je aan Miel vragen. Miel weet alles. Ik weet het niet. Ik denk, ik gooi het in mijn gedachten op één hoop. Ik denk dat wij te veel bezig zijn om alle soorten hokjes te maken, maar dat God een wolk van een droom voor zich heeft. Dus ik denk dat het om één en hetzelfde gaat, maar u mag heel goed denken dat het niet zo is. Daarin laten we elkaar gelukkig volkomen vrij. Omgang met God is de sleutel om de realiteit van God in je leven te ervaren. Kunt u wat vertellen over uw omgang met God, om daar wat van te leren? Ja, dan zeg ik weer hoeveel tijd heb ik. En dat kan dus allemaal niet, maar ik ga nu even reclame maken. Dat doe ik tegen mijn zin, maar ik heb een boekje geschreven dat heet Dicht bij God. Ik doe dat tegen mijn zin, want ik wil commercie en evangelie niet met elkaar vermengen. Maar ik weet ook niet hoe ik op zo'n vraag anders een beetje antwoord moet geven. Dat boekje geeft u een heleboel dingen aan waar u wat mee hebt. Hoofdstuk 1 luidt, omgaan met God is verrukkelijk. Hoofdstuk 2 luidt, omgaan met God is teleurstellend. Allebei waar. Allebei waar. En hoofdstuk 3 luidt, je moet de smaak te pakken krijgen. Dan heb ik het over Mozes.
die zo ontzettend de smaak te pakken kreeg van het omgaan met God, dat nadat hij 40 dagen en 40 nachten in Gods tegenwoordigheid geweest is en hij terugkomt en het hele volk er een rommel van gemaakt heeft en ze een gouden kalf hebben gemaakt waarom ze dansen. En hij dan diep in zijn hart moet weten, dit moet ik niet nog een keer doen, want het kan niet. Ik kan niet gemist worden, ik moet op mijn plek blijven. En als hij orde op zaken gesteld heeft, is het eerste wat hij tegen God zegt, God, mag ik nog een keer? Dat bedoel ik met de smaak te pakken krijgen. Als jouw stille tijd blijft hangen in de sfeer van, ja, tuurlijk, als christen moet je stille tijd houden. Ik doe daar mijn best voor. En de ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar ik weet wel dat het nodig is. Als het in die sfeer blijft hangen, wordt het niks. Want dan doe je het omdat het moet. Maar je moet het gaan doen omdat je ernaar verlangt. Van de week, ik ben natuurlijk... Ik moet mezelf niet als maatstaf stellen, daarom ga ik dat ook niet doen hier. Maar mijn vrouw vroeg van de week, ga je nou nooit met tegenzin naar je huisje? Ik ben inmiddels gepensioneerd, ik heb een tuinhuisje en elke morgen ben ik in mijn tuinhuisje om de Heer te zoeken. Beleef ik daar grote dingen? Nee hoor, ik kan heel ochtend in mijn Bijbel lezen terwijl er niks is wat me aanspreekt. Dus heel nuchter daaronder. Maar mijn vrouw vroeg, ga je nou nooit met tegenzin naar je huis? Zei ik, nooit. Nooit. Ik heb de smaak te pakken. Ik heb echt de smaak te pakken. Wat is het nou heerlijker om tijd te mogen nemen en bij God te mogen zijn? Nogmaals, de beleving daarvan is de ene keer veel sterker dan de andere keer. Maar ook al heb ik niks gezien wat mij aansprak, weet ik dat het zijn werk gedaan heeft. Als ik aan u vraag, wat hebt u vorige week zaterdag gegeten? Dan zullen de meesten van u het niet meer weten. Ik in elk geval niet. Maar het heeft wel zijn werk gedaan. Ja, zo is het ook met ons omgaan met God. Ook al kunt u dat niet helemaal, dan heeft het wel iets gedaan. Bij God zijn doet iets. Ik denk aan een tekst uit Korinthe waar staat, wij die de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ook in positieve zin. En als we mensen willen worden die op Jezus lijkt, ja, dan moeten we veel met Jezus omgaan. En daarvan moet je de smaak te pakken krijgen. Dat zou ik u best willen, dat kan ik u natuurlijk niet geven. Maar nogmaals, blijft het hangen in plicht, wetties, moeten. Ja, wordt niet zoveel. Vorige week sprak ik voor mannen uit een kerkelijke richting. En toen moest ik ook vragen beantwoorden. En een van de vragen was van een directeur van een bedrijf. En die schreef, ik kan me niet voorstellen wat ik daarmee aan moet. Moet ik dan achter een tafeltje gaan zitten op een stoel en dan mijn Bijbel voor me? En dan, hij zei, als mensen me zo zouden zien zitten thuis, zouden zeggen, wat heeft hij? Zo ver stond het van hem af. Terwijl ons hele geestelijk leven niet meer is dan relatie. Wat is nou het eerste en het grote gebod? Gij zult de Heer uw God lief hebben. Geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht, geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Dus als we het plat zeggen in onze tijd, dan vraagt God, wil je alsjeblieft veel van me houden? Nou, dat heb ik ook tegen die directeur gezegd. Ik zeg, ben je getrouwd? Ja, dat was die. Ik zeg, is het dan zo vreemd om een relatie met je vrouw te hebben? Vind je het vreemd om met haar te praten of om met haar te luisteren? Denk ik, schaam me dood, zeg. Ik zit nou bij haar, wat zullen de mensen wel niet denken? Is dat zo bij jullie? Nee, helemaal niet. Ik zeg, nou, de Bijbel zegt ons God liefhebben met je hele hart. Dat is alles eigenlijk. Maar dat is ook... Ja, nogmaals, daarvan moet je de smaak te pakken krijgen. En dat zou ik u best willen geven. En voor mij is de Bijbel misschien inmiddels, na al die jaren, makkelijker dan voor u. Maar ik geloof wel met mijn hele hart dat God de Bijbel gegeven heeft aan doodgewone mensen. En het is prachtig om een boek te kopen, een evangelisch boek, en om het te lezen. Dat er niks op tegen, maar dit is het hoor. En hier is er maar één van. Al het andere is tweedehands. En u zegt, nou, ik heb liever een dagboekje, tweedehands.
Ik heb liever een evangelisch boek wat het een beetje uitlegt. Ja, tweedehands. Niks op tegen. Maar het is allemaal tweedehands. Er is maar één boek wat God geschreven heeft. Tuurlijk heeft hij daar mensen voor gebruikt. Maar er is maar één boek waarvan de Bijbel zelf zegt, het is levend. Alle andere boeken zijn in wezen min of meer dood. Het is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het je van binnen laat zien wat er fout zit. En wat er goed is. Wat God erin gelegd heeft. Dus dat is mijn laatste opmerking hierover, want anders ga ik over mijn tijd heen. En dat wil ik niet, want we hebben nog een hele middag met elkaar. En ik zie ernaar uit. U gaat straks eerst lekker eten. Ik weet niet, Miel, die komt nog wat zeggen, denk ik. Maar dan gaat u lekker eten en dan komen we vanmiddag weer bij elkaar. En ja, ik heb het goed gehad vanmorgen, maar ik hoop dat de middag nog beter wordt. Of niet? Ja, en dat hangt van mede van uw gebed af, hè? Dat weet u. Ja, tot vanmiddag.